in eerste instantie is de bedrijfstuinbouw natuurlijk een hele interessante branche. We komen uit een crisis waarin de bouw natuurlijk wat negatief in het nieuws is geweest. Wij als bouwmensen Twente Almelo hebben de afgelopen jaren heel veel activiteiten gedaan die gericht zijn op instroom. Dat begint al in het basisonderwijs. En ik denk dat een heleboel van die activiteiten ertoe leiden dat nu de economie in de bouw weer klimmende is, dat daardoor de instroom ook weer stijgt. Welke mensen melden zich? Nou, in eerste instantie zijn natuurlijk VMBO-schoolverlaters die de afdeling bouwtechniek hebben gedaan. Maar we zien ook de afgelopen 1, 2 jaar dat er steeds meer vakvreemden instromen. En een andere bijzondere weg is dat er nu ook heel voorzichtig de terugkomers zich gaan melden. Die dus in de crisis de bedrijfstak hebben moeten verlaten. En die nou heel voorzichtig weer terugkomen en bellen van kan ik nog in opleiding en waar kan ik aan het werk? Wat zijn de mogelijke effecten van de huidige instroom voor de toekomst van de bouw? Ja, die huidige instroom die stijgt dan wel, maar we zijn er nog niet. We lopen nog steeds een beetje achter de feiten aan, omdat er natuurlijk binnen niet al te lange tijd een hele grote groep mensen weer wat ouderen de branche gaan verlaten. En die moeten we vervangen, maar dat redden we nog niet, want we zijn nog niet eens op sterkte om het huidige bouwvolume te maken. Bent u tevreden met de huidige instroom? Ja, natuurlijk zijn we tevreden, want als ik kijk naar 3 jaar geleden, dan zat hij op ongeveer 7 mensen en nu zit hij tegen de 30. Dus wat dat betreft zijn we tevreden, alleen we zijn er nog niet. Op zaterdag 3 juni wordt er in Dollepret een benefiet gehouden voor het Caleb House op de Molukken. En hier staat naast mij Yvonne. En Yvonne, kun jij mij daar iets meer over vertellen? Ja, Caleb House is eigenlijk een christelijk weeshuis dat is opgericht in het jaar 2003 op Ambon. In eerste instantie bood Caleb House een thuis aan jongens en meisjes van 9 tot 19 jaar. En die een trauma hadden opgelopen tijdens de onlusten van 1999 tot 2003. Met het geld wat gedoneerd wordt, dan gaat ze daar ter plekke bekijken wat er allemaal nodig is. En dat wordt dan ook per direct aangeschaft. Worden er ook verschillende optredens verzorgd? Daar gaat Hans Hunter je meer van vertellen. Ja, het is in feite de 6e keer dat ik dit jaar doe. En er zijn dus allemaal bands die allemaal bereid zijn om belangeloos voor ons op te treden. En ja, met het geld wat van al eerder is vernoemd, dat doneren wij dus naar Caleb House. En kun je al een klein beetje aangeven welke bands dat zijn? Ja, nou, er komt sowieso een Eagles tribute, een Santana tribute en St. John Family, dat is dus echt een soulband. Op 3 juni is het niet alleen de muziek die de toon zet. Er wordt natuurlijk ook heel veel eten aangeboden. En daar kan Fred Lammers al alles over vertellen. Nou ja, eten is een van de belangrijkste en aantrekkelijkste dingen van een aantal standhouders die wij proberen aan te trekken voor 3 juni. Maar er komen natuurlijk ook wat wij noemen non-food standhouders. Mensen die dus, of standhouders die artikelen, producten uit de Aziatische landen, maar ook uit Nederland zelf, aan de man proberen te brengen. Het is niks te groot en niks te klein. Het is precies zo uit me ben. Almelo mooi, gewoon mooi. Nou, Christine van Wijk, u heeft zojuist een schilderijtje gekregen. Is uw kamer wel zo groot? Daarom hebben we zo'n mooie grote hal. Ja, daar kunnen we mooi tentoonstellen. Want hij is aan de gemeente aangeboden. Maar het is natuurlijk mooi dat veel meer mensen dan ik alleen ervan kunnen genieten. Dus ik ben heel blij dat hij hier in de hal mag staan. Burgemeester Hermans, die had er wel eentje in de kamer. Ja, dat klopt. Maar deze past echt niet. Maar ik zeg ook al, ik vind het heel jammer. Het zou ook heel egoïstisch zijn, want er is zo prachtig werk gemaakt. En ik zou het heel jammer vinden om die eigenlijk op te sluiten op mijn kamer. Dat moet niet.
Het was een complete verrassing. Ik begreep dat er een graffiti kunstwerk was gemaakt. Wendy heeft dat gedaan met cliënten van haar coachingspraktijk. En het werd aangeboden. We hebben eerst even gedacht dat we hem ergens buiten op konden hangen. Maar daar is hij te kwetsbaar voor. Dus we moesten een goed plekje vinden. En weet je, bij graffiti denk je altijd van, oh jee, moet dat nou, hè? Dus ik was net heel verrast toen ik hier binnenkwam. Want ze hebben er echt een prachtig werk van gemaakt. Het is echt hele hoge kwaliteit. En vooral hoe ze het tot stand hebben gebracht, vind ik fantastisch. Ze hebben nagedacht over wat vinden wij nou mooi aan Almelo. Daar hebben ze over gebrainstormd. En uiteindelijk hebben ze dat in een aantal elementen weergegeven. Groen, water, huis Almelo natuurlijk. En Heracles mag niet ontbreken. Ja, ik word er helemaal blij van. Degene die dat gemaakt heeft, wat voor mensen zijn dat? Van allerlei soorten mensen. Mensen, gehandicapte mensen. Mensen met beperking, ja. Ook mensen zonder beperkingen. Ook. Ja, alles door elkaar. Geen hakjes, geen vakjes. We wilden iedereen samen gaan verbinden. En iedereen was ook welkom om mee te doen. Het is ook een gesubsidieerd project vanuit de provincie Overijssel. We hebben daar een subsidie voor ontvangen. We hebben gezegd, we gaan hier in het Almelo gaan wij het aanbieden aan de gemeente. Nou, alle kunstenaars hebben fantastisch meegewerkt. Er zijn ongeveer 15 mensen geweest die dit samen met ons gedaan heeft. En Thijssen heeft die groep geleid, dus ja, ik ben natuurlijk super trots op Thijssen. Heb je daar zelf ook nog iets aan geschilderd? Zeker, we zijn begonnen met allemaal losse platen als het ware. En alles los aan elkaar. Ik heb alles uiteindelijk weer een geheel gemaakt als het ware, ja. Nou, het is prachtig geworden, dank u wel. Even allemaal juichen. Het Kunsttorentje is de kleinste tentoonstellingsruimte van Nederland voor professionele beeldende kunst. Ooit was het de hoektoren van een voormalige textielfabriek in het centrum van Almelo. De fabriek werd in 1995 gesloopt. Mensen, al voor de vijfde keer dit jaar is de Taptoe weer. Met heel veel liefde en betrokkenheid wordt dit evenement georganiseerd. Om het jaar zit ik op het puntje van mijn stoel en kijk ik naar de discipline van al die korpsen. Prachtige choreografieën, hele mooie muziek. Het stadion hoort bij zo'n evenement helemaal vol te zitten. De opbrengst gaat naar het goede doel, Stichting Kans voor een Kind. Overdag, als je 's avonds niet kunt, ga je natuurlijk naar de stad. Om 2 uur zijn daar parades in de stad. Zelfs onze partnerstad Iserloon is vertegenwoordigd. 16 juni staat het in je agenda, wees erbij.